In Nijkerk staat naast verpleeghuis Zilverschoon appartementencomplex Zilverstaten. Mevrouw Koster is hier enkele jaren geleden komen wonen. Dat is geweest omdat mijn man dus helemaal niet goed was. En een keer naar het ziekenhuis moest. En toen wij terugkwamen mocht hij niet meer naar boven. Lag hij in de woonkamer. En dat was lastig. Want ik sliep dan boven. Dus regelmatig naar beneden. En zo. Overdag was het wel gezellig natuurlijk. En toen kwam er plotseling een woning vrij hier. En toen heeft onze zoon daarop gereageerd. En toen zijn we wezen kijken. Ben ik dan wezen kijken. En dat was het toen helemaal voor mij. Naast dat het gewoon een prettig appartement is, is het ook ingericht met de nodige slimme snufjes die ten goede komen aan de zorg die de bewoners nodig hebben. Dit is aangelegd door een erkend installatiebedrijf met ICT-keurmerk. We hebben op Zilverstaten een aantal systemen aangelegd, elektronische systemen, de Motica genoemd. De systemen hebben we veelal onzichtbaar aangebracht, want mensen willen zoveel mogelijk in hun natuurlijke omgeving blijven wonen. En ja, de techniek fungeert dus op de achtergrond. Vaak hebben mensen niet eens in de gaten dat er techniek zit. Het werkt allemaal zo simpel dat mensen niet doorhebben dat ze toch wel complexe technieken bedienen. Voorbeelden van deze domotica toepassingen zijn op afstand bedienbare lampen en zonneschermen, alsmede licht in de gang dat vanzelf aangaat door een bewegingsmelder. Daarnaast heeft men de mogelijkheid om via de telefoon deuren op afstand te openen. Ook is de woning voor tal van andere toepassingen voorbereid, zoals beeld-luisterverbindingen via de tv. Uiteraard is de woning ook voorzien van een modern alarmeringssysteem, waar mevrouw Koster alles gebruik van heeft gemaakt. Hoe is het met u? Eén keer heb ik het nodig gehad. Omdat ik flauwgevallen was in de badkamer. En al kruipend en schuivend naar het alarm. Het is me gelukt. En toen heb ik op de knop gedrukt en toen kwamen ze ook meteen 's nachts van Zilverschoon. Met Tony, mevrouw Koster, wat is er? Ja, ik voel me helemaal niet zo lekker. Kun je alsjeblieft komen? Ik kom bij u. Goed zo. Ik was blij, want anders dan weet ik niet wat ik toen aan moeten had. Wat ik had moeten doen. Het was in de loop van de nacht en toen zijn ze meteen van Zilverschoon gekomen. Dus zeer tevreden. Als mevrouw alarm maakt, gaat vanzelf de tv uit, zodat een luisterverbinding mogelijk wordt. En gaan de lichten automatisch aan. De bereikbare zorgverlener ziet meteen van wie het alarm komt en kan met de persoon spreken ter geruststelling. De mensen vinden het eigenlijk zo vanzelfsprekend dat er zoveel elektronica in de woning zit. En die vinden het normaal dat als ze een alarmering zetten, dat de lampen aangaan. En dat daarna uit veiligheidsoverwegingen bijvoorbeeld de kookplaat elektriciteit afgesloten wordt. En dat geeft de mensen toch wel een heel prettig en een zeker gevoel. De branchevereniging van installatiebedrijven, Uneto VNI, is samen met een aantal andere organisaties het project Technologie Thuis gestart. Hierin worden installateurs en zorgverleners getraind in de omgang met techniek in de zorg. Tijdens hun training hebben de zorg- en de installatietechniekleerlingen de beschikking over een aantal modelwoningen. Kom maar mee, gaan we naar de woning. Uneto VNI haalt zowel zorgleerlingen als techniekleerlingen hier binnen om deze twee groepen samen eigenlijk bij elkaar te brengen vanuit de vakrichting die zij gekozen hebben. Uneto VNI heeft daarvoor samen met het opleidingsfonds OTIP deze twee woningen gebouwd. In deze woningen kunnen deze leerlingen, zowel van de techniek als van de zorg, gewoon in de praktijk ervaren hoe het is te werken met techniek of hoe ze techniek in moeten zetten voor de zorgvragen. Die zit er mooi weer midden in de wachtkamer. Dit zijn volgens mij de kanalen. Ja. Weet jij wat het is? Ik denk zelf aan een alarmapparaatje. Als de zorggroep en een techniekgroep elkaar in de praktijk tegenkomen, gaan ze van elkaar leren. Je ziet dat een zorgverlener wat angstig tegen techniek aankijkt. Gaat hij niet mijn werk straks overnemen?
Nee, dat is het helemaal niet. Het is een ondersteuning in haar of zijn werk. Die techniekman of vrouw, die kijkt natuurlijk naar van ja, hoe kan ik het technisch zo mooi mogelijk maken? En vergeet daar wel eens het welzijn of het functioneren van een zorgvrager van. En wordt daar netjes op geattendeerd door de zorgverlener. Het meeste werk zit hem gewoon in het bedenken van is dat handig voor die mensen in een rolstoel of zijn er mensen met een beperking? En hoe kan ik dat dan in de techniek makkelijk uiten? Ik denk dat we daarmee elkaar heel goed kunnen helpen. Ja, absoluut. Dat je gewoon een goede adviserende functie naar elkaar toe kunt hebben. Want wat praktisch voor jullie is, om het te bouwen en hoe het makkelijk en goedkoop zou kunnen. Mm-hmm. Maar daarentegen hoe wij het gewoon goed in de praktijk kunnen toepassen bij de bewoners. Kennisvergaring en opleiding zijn de pijlers van onze branchevereniging. Dat laten we ook zien in allerlei kwaliteitskeurmerken. Kwaliteit is belangrijk, moet toetsbaar, onafhankelijk toetsbaar aangetoond kunnen worden. Daarvoor hebben wij het ICT-keurmerk. Het ICT-keurmerk wat staat voor kwaliteit in opleiding, kennis en uitvoering van verschillende ICT-projecten, waaronder ook de zorg-ICT. En daar zijn deze woningen duidelijke voorbeelden van.